Het CARICOM secretariaat is gestart met het monitoren en evalueren van het regionaal beleid van de 15 lidlanden, waaronder ook Suriname. In al deze landen worden er dus bijeenkomsten gehouden met zowel de publieke als de private sector om na te gaan voor welke uitdagingen de CARICOM staat. De delegatie van het secretariaat vertoeft momenteel in Suriname. De assistent-secretaris-generaal Manorma Suknandan legde vandaag tijdens een persconferentie uit wat deze evaluatie inhoudt. Ze was vergezeld van de directeur van de Strategic Management Unit, Craig Beresford. Deze unit is een directoraat van het secretariaat. Het gaat om het monitoren van en evalueren van beleid genomen op regionaal niveau. En in dat beleid, wanneer er beslissingen worden genomen en goedkeuringen worden gegeven, dan weet u dat het dan gaat om alle lidlanden op het hoogste niveau. Maar dan moet je dat traject moet je gaan vervolgen en je moet in het proces nagaan. Waar zijn we? Hoe ver zijn we gekomen? Waarom maken we geen progressie? Ja? Welke zijn de hiccups? Welke zijn de obstakels? En nogmaals, laat me één ding heel duidelijk stellen. Het gaat niet om de nationale plannen van de individuele lidlanden. Maar het gaat om het regionaal plan dat direct gelinkt is aan het strategisch plan. Elk CARICOM-lidland heeft haar eigen uitdagingen en vraagstukken. Suknandan ging in op de uitdagingen en beleidsprioriteiten van Suriname. Het strategisch plan heeft diverse categorieën, om het zo te zeggen. We hebben economic resilience, dus werken aan economische weerstaanbaarheid. Je hebt die social resilience, werken aan de sociale weerstaanbaarheid. Daaronder heb je dan health, educatie, noem maar op. Economisch, ik hoef je niet te zeggen, je kijkt naar bijvoorbeeld agrarische vooruitgang. Je denkt aan transport, luchtverkeer, noem maar op, haven, al die dingen. En wat Suriname dan doet, valt min of meer, het hoeft niet kopieconform te zijn, maar valt min of meer binnen die categorieën die daarin zijn genoemd. Als je bijvoorbeeld werkt aan sport, jeugd, educatie, dan heb je daar bijvoorbeeld die social resilience voor. En u weet dat Suriname binnen CARICOM dan de portfolio trekker is van youth, gender, sport en community development. Manorma Suknandan, assistent-secretaris-generaal van het CARICOM-secretariaat. Zij sprak vandaag tijdens de persconferentie, waarin uitleg is gegeven over evaluatie van het regionaal beleid van de lidlanden. De Caribbean Development Bank heeft fondsen beschikbaar gesteld om dit project uit te voeren.